Hier zie je een bord wat aanduidt waar de ingang zit. Die zit in parkeergarage P2 op de tweede verdieping. Daar staat ook op aangegeven voor welke passagiers de brug bedoeld is. Daarbij een voorwaarde is dat ze online al zijn ingecheckt en alleen handbagage bij zich hebben, zodat ze er snel door het securityproces kunnen gaan. Wat zo bijzonder is aan deze brug is dat we hem gemaakt hebben met oude brugdelen van passagiersbruggen die in het verleden zijn gebruikt en in de tussentijd lagen opgeslagen. Die hebben we voorzien van een nieuw lekje verf en hier weer geplaatst. En daarmee heb je in feite de snelle verbinding gecreëerd tussen parkeergarage P2 en de BC-corridor. Very easy to use and very quick, bypassing the whole of the terminal. So, because I'm going to the B and it's very handy. Je komt zo in gate B of C en dat scheelt een half uurtje lopen met hier eromheen. Dus ideaal wat mij betreft. Na het securityproces resteert nog alleen de schuifdeur die doorgang geeft naar de BC-corridor. Eenmaal hier in de BC-corridor zijn nog vluchtinformatieborden aangegeven om te laten zien de laatste details ter aanzien van de vluchten. En kan men de pier op.